De tafel is nu echt klaar met eten en al. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag en het is ochtend. Ik heb heel veel thuis gewerkt en nu ga ik naar kantoor. Want wij hebben de kerstbrunch met het hele kantoor. Yara en Yara kennen jullie waarschijnlijk ook. En Kay zitten bij ons in het pand ook. Dus met iedereen's personeel hebben we de kerstbrunch. Dus dat ga ik zo filmen. Ik ga Kay nu helpen met de voorbereidingen. En ik wilde nog zeggen dat we deze weer in stok hebben. De Amsterdam ketting. In het goud en in het zilver. En ik zal hieronder zeggen hoe je hem kan kopen. Dus ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Ik ben aangekomen bij Kay kantoor. Dit ding van mijn Stella zit voor de lens. Ik heb deze top aan van Storets. En een nieuwe broek van Naked. Ik zal het hieronder linken, maar ik ga wel eventjes een Naked haul doen na de kerstuur. Want ik heb heel veel van Naked. En ik denk dat ik het even apart opneem, want dat had best veel mensen gevraagd. Laat even weten of jullie het daarmee eens zijn. De tafel is zo mooi, maar ik mag het van Kay nog niet laten zien, want het is nog niet Kay perfect standaard. Dus. Oké, hier is de schitterende tafel. Het is nog niet klaar. Moet erbij gezegd worden van Kay. Deze taart is van Life of Pie. Kijk hoe mooi die is. Super mooi. En allemaal mooie kerstdonuts. En leuke gebakjes en zo. En deze is ook heel mooi. Kay heeft trouwens ook echt een leuke kerstboom. Met alle pastelkleuren. Ja. Nou gaat echt iedereen beginnen. Nou, de tafel is nu echt klaar met eten en al. Ik ben op kantoor na de lunch. Het was echt super gezellig. En ik heb echt een voel coma. Maar nu ga ik de foto's editen van onze pyjama collectie. Voor op de website. Dat moet ook gebeuren. Er zijn er best wel veel. Dus dat ga ik nu doen. Goedemorgen. Het is 7 uur 's ochtends. En vandaag is Bibi jarig. Dus Sander en ik zijn opgestaan. Dus gaan we beneden versieren en wij werken die schermen. Maar dat doen wij te klaar zitten. Dus dat gaan we nu doen. Zo met mijn oog. Wij zijn de tafel aan het dekken. We hebben die mooie cupcakes van Life of Pie. En geplette croissantjes. En Olivia en Bibi krijgen hoedjes op. Deze dingen. En daar gaat Bibi zitten zo. Dat is haar cadeau. Hiep, hiep, hiep. Hieper de piep. Wauw. Bibi is jarig. En dat vieren wij. Wat heb je gekregen? Deze. Wat is dat? Een speaker. Cool.
een Bluetooth speaker. Hippie, hoera! 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 Ja, papa! Hoera! Wie hoera! Wie hoera! Kijk! Mooi! Mooi! Is dat voor Bibi? Ga je het kaarsje uitblazen? Ik ben aangekleed en ik heb een hele outfit van Naked aan. De haul komt nog. Deze off-shoulder trui, ik zal hem wel hieronder linken. Ik heb Lenis die Dior bralet aan. En mijn Amsterdam ketting die we weer in stok hebben. En deze die ook in stok is weer. En een broek ook van Naked. Die kan ik nu niet zo goed laten zien. En ik doe mijn Gucci schoenen aan en ik ga er vandoor. Ik bedenk nu dat ik weer op dezelfde plek ben. Maar ik ben thuis waar het de grootste bende ever known to mankind is. Ik ga nu een video filmen voor Tommy Hilfiger's kanaal. Waar zou ik dat gaan filmen? Ik in de slaapkamer. Ja, dat ga ik nu doen. Dat filmen. En ik heb allemaal leuke pakketten gekregen. Zal ik die even snel laten zien? Zal ik dat nu doen? En als het goed is, fingers crossed, gaan we vandaag live met de pyjama's. Wanneer gaan jullie dit zien? Ja, dan staat het dus live. Dus hopelijk. Ik weet niet hoe snel dingen uitverkocht gaan zijn. Kan ik nog shoppen hieronder. Dus spannende dag. Hele spannende dag. Zal ik even laten zien wat voor een pakketje ik heb? Sorry trouwens dat ik met mijn mond vol eet. Alvast. Maar goed. Ik ga even de pakketten pakken en laten zien. Oké, ik zal even snel laten zien wat voor pakketjes er binnen waren gekomen. Of in ieder geval mijn favorieten. Ik heb deze. Ik ben echt heel erg fan van alle Makiela parfums. En deze is echt, I love it so much. Ik draag zelf altijd de Jazz Club. En dit zijn de kleintjes. En die vind ik echt super chill om in mijn handtas te doen. En die verkopen ze niet in Nederland. Dus die koop ik normaal zelf altijd bij de Sephora in Amerika. Nou, ik krijg het er niet uit. Ik heb echt te lang een eind aan mijn nagels breken gewoon. Mijn nagels zijn echt irritant lang. Oké, nou in ieder geval. Ik had één nieuwe parfum bij die ik nog niet kende. Die heet bij The Fireplace. Zo lekker. Dit wordt echt mijn nieuwe favoriete parfum. En Jazz Club zit er dus ook bij. En ook daar ben ik heel erg blij mee. Die draag ik nu op het moment elke dag. Jazz Club. Dus. Ja, I love it. Oké, dat is één. Dan heb ik nog deze van Armani, de Luminous Silk Foundation. Ik meng altijd twee kleuren. Ik meng een 6 en een 4,5 met elkaar. Alhoewel ik denk dat ik nu gewoon de 4,5 ben, want ik ben nu wat lichter. Maar meestal als ik iets donkerder ben, dan meng ik die 6 erbij. Dat is een van mijn all-time favorite foundation van heel veel mensen. Volgens mij. En daarnaast heb ik van Charlotte Tilbury. Daar ben ik ook heel erg fan van. Het ziet er echt heel leuk uit ook. Een lip masterclass gekregen. En dat ziet er zo van binnen uit. Het is een lip liner, een gloss en een matte lipstick. En dit zijn mijn favoriete kleuren. Die een beetje nude bruinig zijn. Maar deze zag er ook wel mooi uit, die rode. Dus daar ben ik heel blij mee. En ik ben echt gek op minis. Omdat ik haat om met veel beautyproducten te reizen. Zeg maar met een grote tas. Dus ik wil alles in het mini hebben. Daarom was ik ook zo blij met die Bagiela dingen. En dit is dus een hele doos vol met minis. Ook van Charlotte Tilbury. Die gaat zo open. En hier staat dus op wat het allemaal is. Dus ik ben bijvoorbeeld echt heel erg fan van die Full Fat Lash. En die zit hier dan in. In een mini. Dan kan ik lekker kleine toilettasjes mee op reis nemen. En de Wonder Glow. Ik weet niet of het deze is. Maar dit is de. Was dit? Kijk, in ieder geval. Ja, dit is denk ik de Wonder Glow. Oh ja, nee, de Magic Cream. Ook allemaal klein. So that is very nice. Wat zit hierin? Oh jongens. Mijn nagels. Dit is de Supermodel Body. Visibly Shimmer, Shimmer, Slimmer, Shimmer, Shape Hydrating Glow.
Nou, allemaal handige dingen in ieder geval. Wat is dit dan? Oh, is ook wat leuk, zou ik zeggen. Ik denk, is dit een mini lipstick? Nee, toch? Ik denk dat dit wel een grote lipstick is. Oh, is een lipgloss. Dat is ook een mooie kleur. Beetje burgundy. Ik ben echt een klein kind, wil ik toch weten wat er overal in zit. Oogproduct. Dit is de Multi Miracle Glow Full Fat Lash, dat wist ik al. Dit is de Clay Mask. Dit is een lippenstick. Lippenstick, dat is echt een stom woord eigenlijk. Lippenstick. Dit is een mooie kleur. Die heet Walk of Shame. Oh, mooi. Ja, heel mooi. Nou, anywho. That's it. Ik ga me snel even verder klaarmaken. Mijn haar even fatsoeneren. En mijn Tommy Hilfiger video filmen. Ik ben op kantoor aangekomen en iedereen is heel hard aan de website aan het werk die, als het goed is, vandaag live gaat. Ik ben even bij Kay en Kay heeft hele leuke cadeautjes op kantoor van haar armbandenmerk. En ik wilde Bibi nog iets leuks geven namens Olivia. Dus Kay heeft daar iets heel leuks voor. Ze heeft dus een armband met Big Sis. Wat staat er dan op die van Olivia ook alweer? Little Sis. Little Sis. Dus dan ga ik dat Little Sis armbandje bij Olivia omdoen en dan gaan we dat Big Sis armbandje gaan we inpakken voor Bibi en dan zal ik Olivia het geven. Goud wil ze liever. En dan gaan we dat inpakken. Welke kleur zullen we nemen? Ja, dat is niet meer. Bibi is niet heel erg uitgesproken, maar Olivia wel. Ik denk dat Olivia misschien houdt echt van gekkigheid. Eén gekke meid, die Olivia. misschien iets wat een beetje opvalt, zoals dit. Little Sis voor Olivia, ja. Toch? Ja. Olivia is natuurlijk een beetje jongensachtig. Dus dan is zeg maar het blauw. Het is mintgroen. Ja, mintgroen. Oh, ik ben een beetje kleurenblind ook. Ik heb ook babyblauw, als je liever voor de blauw gaat. Nee, dat vind ik dan weer te heftig. En dan voor Bibi. En voor Bibi zou ik meer. Grijs of zand? Ja, in dat palet. Zand zou ik meer voor Bibi doen. Zand. Ja, maar misschien. Kijk, heeft ze dezelfde kleur witte pols als jou? Nee. Nee, ze is wel echt wit, maar anders wit. Want zij is iemand die heel bruin wordt wel in de zomer. Maar misschien dan beter dan toch grijs, of niet? Jammer. Oh, nu heb ik Little Sis. Wacht. Back. Pixels. Het is echt leuk om als je zussen bent om te geven. Deze vind ik ook wel leuk. Misschien ga ik deze zelf even omdoen in plaats van deze. Want ik ben deze een beetje zat. Ja, mag. Je mag alles ik echt wel lang de muur om. Wat je wilt. ja, ik vind deze echt mooier. Top, nou, dan pakken we deze in. Heb je een leuk zakje? Heel veel leuke zakjes. En dan voor jou deze. Ja, ik wil die witte weer. Kijk, want ik heb nu deze om. Wacht, gaan we het even scherp stellen. Ik heb nu deze om, die grijze, maar die heb ik al best wel lang om. Ik vind het zo armoedig van die elastiekjes waar je arm ja, mee Ja, maar ik doe de hele dag mijn dinges in een... Ja, maar daar knelt je arm van al. Zo. Gaan ze allebei zijn ze wel weer wat leuker. Ja, maar dit is niet zo strak hoor. Hier knelt je arm niet van. Je hebt wel zo'n lijntje, ja, oké. Ik slaap er niet mee. Oké, hello. En guys, ik ga mijn vlog even afsluiten, want ik heb echt veel te veel gevlogd in deze vlog volgens mij. Dus heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie denk morgen weer. Hey, how you doing? Merry little Christmas.